Oeh, awesome Sam Beers, welkom bij weer in een nieuwe video. In deze video ga ik in ieder geval langs Bitcoin, Ethereum en we gaan even naar langs de dollar-index en ik doe een paar aanvragen van jullie. Vind je dat leuk? Geef zeker een dikke like op het einde van de video. En ben je nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af, wellicht dat je dan wil abonneren. Voor alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. En voor de mensen die uh, de sponsor van de video ook aan het supporten zijn, ook hartstikke bedankt. De sponsor van de video is Coimers, Daar kom ik ook nog even op terug. Laten we gelijk in Bitcoin duiken. Ik trade en investeer zelf al vanaf 2013 in de crypto. En ik probeer op YouTube al het goede te delen wat ik in al die jaren heb geleerd. Dus vind je het leuk? Vergeet me niet te volgen. Ook niet op de social media. En de beschrijving van de video te bekijken. Uh, bij Bitcoin blijf je dus nog steeds op dit punt hangen. Uh, in mijn vorige video gaf ik ook alweer van. Uh, het is één positief ding dat je hier het support houdt. Ondanks alle slechte berichten vanaf 12 juni. En het zijn er nogal wat. Pak ze er even bij. Uh, zou ik zeggen, probeer er ook huiswerk in te maken. Maar je bent uit deze downmove gebroken. Uit deze kleine downmove gebroken. En dat kan betekenen dat je eens een keer wat lucht krijgt... Uh, om naar wat hogere targets te kunnen gaan. En die targets die zijn 26.000 dollar, 28.000, 29.000 dollar... en 35.000, 36.000 dollar. Dat heb ik ook al vaak genoeg toegelicht. En ik heb ook al de onderkant toegelicht. Dus ik hoop dat iedereen daar een goed beeld van heeft. Ik hoop ook dat je een beetje een goed beeld krijgt van... Uh, dat bubbelen. De bubbelen is eigenlijk gewoon dat je heen en weer wordt ge uh, ja, gerost, om het maar even plat uit te drukken. Uh, wat ik ook allemaal geef is mijn kijk. Het is niet geen financieel advies. Jij bent degene die op die knopjes drukte. En uh, het is ook jouw leven. Dus probeer er ook een eigen plan in te trekken. En dat moet je ook zeker doen, anders leer je er nooit wat van. Maar we blijven op dit level, waar je hier als eerste die low vond. En we komen er nu niet echt meer onder. Hoeft nog niks te betekenen, wat ik ook in mijn vorige video ga, uh, gaf, of tenminste in de video van het weekend, heb ik eens een ander scenario of een patroon wat je ziet waardoor je veel lager kan gaan. Het patroon waardoor je zeg maar, hier aan het range en die lower highs en die lower lows aan het creëren bent en daarna komt er een move. Dat heb je hier ook, dat kan ook zomaar naar de bovenkant werken en de achterkant is groter dat je hem hier naar boven gaat zien werken. Maar goed, dat moeten we allemaal meemaken. Een fout bericht of slecht bericht weer. Goed, slecht bericht in de wereld. Wat zomaar kan gebeuren. Niet om mensen bang te maken. Kunnen de prijzen en de koersen en de financiële markten weer naar beneden halen. Maar waardoor deze nog meer wat lucht kan krijgen, de Bitcoin. Is omdat je eindelijk weer wat resistance bij de dollar-index ziet. En de dollar is koning op dit moment. Op dit moment eigenlijk al bijna. Nou eigenlijk precies zoals je hier ziet. Vanaf 2021 heeft het zo'n gevonden. Eruit gebroken. Een retest van die uh, log gemaakt. En daarna is het gaan groeien. Dus ook meteen mooi om de structuur mee te nemen. Dus eigenlijk vanaf deze. Eigenlijk, nou je kan het gewoon vanuit hier. Vanuit februari 2021. Is het gewoon heel sterk geworden. En dat komt natuurlijk ook door alle crisis in Europa. Dus da daardoor wordt deze, uh, de, de dollar wat sterker. Ook tegenover. Het is een index. En een index zegt dat het ook bijvoorbeeld de currency tegenover de Japanse yen is. Noem maar op, je hebt genoeg currencies die tegenover een dollar staan. En waaronder bijna alle crypto waar het meeste volume in zit. Zoals ook de Bitcoin tegenover de US dollar. Dat, daar zit gewoon veel meer volume in dan tegenover de uh, euro. Daarom kijk ik altijd op de dollarkant. Maar goed, dus we zien hier beneden wat lichtere resistance. Je krijgt weer een uh, bearish en colvin candle. Die hebben we natuurlijk al een aantal, aantal keer gezien. Maar. Ja, we moeten maar erop rekenen, of tenminste je moet hopen dat het gewoon veel aangaat met deze. Of dat deze gewoon wat meer zwakte gaat vertonen. Vertoont hij dat niet, en wat ook een hele grote kans kan zijn, omdat het dus zo sterk is... ...is het heel goed dat je hier gewoon kan blijven rijden om wellicht weer wat hoger te kunnen gaan. Bijvoorbeeld ook het stuk wat je hier hebt. En ik wil niet zeggen dat, ik, dat je het eruit hebt gegaan, want waar ben je nou eigenlijk precies gekomen? Als ik gewoon precies die lijn trek, dan ben je hier gekomen. En heb ik hem dan precies recht, want ik wil hem ook nog wel scheef trekken. Maar als ik dan wat dieper erin ga kijken, dan zie ik gewoon nog een square op zitten daarboven. Dus dat het misschien nog wat sterker kan vertonen. We zijn hier gekomen. Dit, hier zijn we nooit meer op teruggekomen sinds 2002, mei 2002. En ook dit stukje. Je ziet eigenlijk, ik zit nu op een driedaagse. Dit moet je echt fijn zien op een kleine tijdframe. Dus wat ik daarboven zie, dat hoeft misschien niet eens een square te zijn als je naar een 1 uur of een 2 uur. In die 1 uur of 2 uur tijd kan het heen en weer zijn gaan. maar Voornamelijk dit stukje daarboven. Dat laat zien dat het wellicht nog iets van kracht kan krijgen. Maar komen we hier, en dat kan helemaal tot en met hier gaan. Want hier vind je resistance, hier vind je resistance en hier ook. Dus dat is bij die 100 vanaf die 119 tot en met die bijna 121 index. Daar vind je resistance met die dollar currency index. Daar ben je dus ook... Uh, Twintig jaar niet gekomen. Dus vanuit daar kom je, ga je naar beneden en kom je niet meer hoger. En daar, op die levels daar ben je nu gekomen. En ik zit weer te tekenen. Ik zal het heel snel weghalen. Um, dus ja, ook weer met deze. Ik hoop dat je hier ook altijd een duidelijk beeld in krijgt. En ook dat je daar zelf je huiswerk in doet. Je hebt heel veel historie. Wat je tegenover bijvoorbeeld de bitcoin of, te, of tegenover elke alt kan zetten. Wat er hier gebeurde met de bitcoin. En wat er hier gebeurde en wat er hier gebeurde. Het zijn gewoon wijze lessen om te leren. Kun je alleen maar meenemen. Dus wellicht kunnen we weer wat lucht verwachten deze week of de komende week, mocht er niet wat slechts aan gebeuren. Uh, aanvragen. Weer heel veel leuke aanvragen. Hartstikke bedankt voor jullie aanvragen. <coughs> Excuses. Waar ik mee wil beginnen is meer: Mirror. Mirror Protocol. meer die kwam van Alpha Mega. En in, nou weet ik helaas niet meer op welke ik hem heb. En Alpha Mega die al een aantal aanvragen gedaan. En bij deze zaten gewoon hele leuke percentages. Ik kijk even naar de. Targets. Ik ga het heel snel voor je laten zien. Alpha, Omega, die weet het, maar ook bij deze move was gewoon 171%. En als ik die grote vip strek, dus die vanuit daar, dan kom ik op een target van 250%. En wat je hier nu ook ziet, is best wel. Een... Ja, ja, ik zal het iets meer uitvergroten, want maakt het even iets duidelijker. Je begint hier best wel een beetje een baas te maken. En het is geen goed, tenminste, het, is, ja, het hoeft nog helemaal niks te betekenen. Maar ook weer hier hou je het support. Ondanks alle slechte berichten of Bitcoin nou sterk of niet sterk was. Wat ik er ook uithaal is, is een beetje patroon. Dus je vindt een high, je valt gelijk naar beneden. En begint een beetje te, te, te ranger. En daarna heb je die low. Hier in een klein ook. Je vindt hier een high, je, vind, je gaat gelijk naar beneden, hier rentje. En dan toch nog een low-low. Deze precies weer hetzelfde. Je vindt een high, weer een low. Hier heb je iets meer bounce, maar je blijft eigenlijk range op deze kant. En hier zou je er eigenlijk eind moeten breken, maar heeft hij niet gedaan, weer gefaald. En we toch weer die low-low. Nu hebben we weer, we springen, we vallen naar beneden, we beginnen een beetje het range met een beetje lower highs en lower lows. Wellicht dat we hier meteen al wat kunnen krijgen, het hoeft zich natuurlijk niet zo vaak te herhalen. Maar als het zich herhaalt, dan gaan we hier range en gaan we alsnog weer een lower low maken op dit gedeelte. Voor mij heeft het nu wat meer, uh, ik zal eerst even alles weghalen om het voor mij ook wat duidelijker te maken. Voor mij heeft het best wel belangrijker, of tenminste targe, niet targets, maar wel een goed structuur gemaakt. Want ook weer met dit, je maakt hier een high, dan weer een lo higher low, een high, weer een, niet een higher low, want eigenlijk blijf je op die bodem hangen. maar wel een high high. En hier maak je dus weer een high high. Dus dat, dat geeft aan dat het echt wel naar boven wilt gaan. Maar dat hij elke keer wordt tegengehouden. En waar wordt hij dan door tegengehouden? Wellicht door Fibonacci's of waar mensen gewoon winst pakken. Want zoals ik al liet zien was die kleine move, deze move, 170% of misschien wel meer. Ik trok hem natuurlijk best wel snel. Uh, heel snel op automatisch. Als we dan, want dat zijn die grote Fibs en volgens mij moet ik iets zeker fine-tunen. En laten we iets meer naar een kleine tijdframe gaan. Dan gaan we iets meer fine-tunen en dan wil ik daarna nog naar andere leuke coins gaan. In principe was dat hij goed. Want als ik hem gewoon heel even clean maak, dan zie je dat je hier die basis hebt. En hier val je naar beneden en je komt eigenlijk niet meer helemaal terug. Dus helemaal tot en met die 1,79 dollar kom je niet meer terug. Maar daarna val je hier eigenlijk dit hele stuk vanuit hier, vanuit deze, vanuit die 169, kom je ook al niet meer terug. Dus dit, dit is eigenlijk het grote plaatje. Daar kom je niet meer terug. En dan zie je ook dat ik hier wel licht heb gewerkt. En dan zie je toch dat je daar nog lang niet bent gekomen. Dan heb je hier het level. Hier vind je support, spring weer verder. Je valt naar beneden. En je vindt één keer weer de support op die 1 dollar. Want je springt en daarna kom je echt niet meer terug. Wellicht dat dat ons echt een beetje de weg laat zien. En dan zie je dat het precies een VW vraagt. Misschien kun je dat je wel, zoals wel hier naartoe kan gaan. Naar deze keer. Maar ik zou hem gewoon van het hier trekken. Dus je hebt het gepierst. Ik zal dit weer even weghalen. Dus je hebt het gepierst. Het teken dat je eigenlijk naar die 0,382 kan gaat. Maar als we nu iets verder gaan kijken, ten eerste moet je het risico weten. Want het risico voor die low-low, in principe zie ik dat hij best wel die uh, square goed heeft gemaakt. Maar omdat je dus een aantal keer de patronen dat je die high hebt gevonden en low maakt, en daar gaat range en dan in die low-low maakt, wat je hier dus eigenlijk ook weer een beetje hebt, kan die low-low best gewoon tot en met hier gaan. En dat is toch nog maar 15, 16 procent. Dus op zich, zouden, nou, je hebt eigenlijk best wel een mooie risk nog steeds. Van 18%, 19% in de crypto. Deze low zit op een 23%. Je kan echt wel een. En ik doe soms wel hele wijde stoplossen, als er allemaal een beetje voorbij is. Maar goed, die eerste target, gewoon even naar deze high, is 75%. Deze target die zit op die 94% vanaf de prijs van Maar het risico ligt dus onder je. Dus je wil eerst zien dat je je support vindt. Want in principe vind je je die basis. Dus je vindt die support maar je pierst het level, dat betekent eigenlijk dat je lager wilt gaan, vindt het toch weer een goede candle, maar geen higher high op dit gedeelte, dus het faalt weer. Dus je kan best wel wachten of gewoon, ja, eigenlijk gewoon wachten tot hij uh, ergens uitbreekt. En dan zeggen heel veel mensen dat je te laat bent, dan ben je niet want dan breekt het uit en vaak krijg je nog die retrace. Maar zoals je hier kunt zien, het gaat met meer protocol in één keer. In één keer. Dus je weet ook waar je snel winsten moet pakken. Want ook weer hier zit je vanaf mei 2022 in terreintje. Dus elke keer maakt een move en die wordt weer helemaal teruggegeven. Je geeft die hele move weer terug. Alfa, heel veel succes hiermee. Ik ga naar de volgende. Die kwam van Ruud. Dit was een Nio. Een Nio is, ja, ik kan het wel blijven zeggen, het zijn favorietjes. Uh, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. Of tenminste, abonneer dan even, want dan support je mij. Hè? En ik hoop jullie gewoon te kunnen supporten. Bij Nio heb je dus hier dat mooie level geraakt. En volgens mij eigenlijk ik wel iets meer dat je al bij deze winst kon pakken. En dat dit het level piercer was. Maar deze exchange geeft deze targets. Dus we houden hem gewoon even zo. Dan heeft hij hem echt exact geraakt hier. Dus dan geeft hij in ieder geval targets. Laten we even naar een daily gaan om het hele plaatje te bekijken. Ook weer Nio. Pump, dump. En we range weer op het gedeelte waar we hier twee jaar in vast hebben gezeten. Dus ook dat level hebben gevonden waarin we bleven range en bubbelen om die hogere move te maken. Dus misschien, hopelijk, heeft Nio hier ergens een bodem gevonden. Overigens, ik denk toch wel bij heel veel net zoals bij deze Nio, dat hij best wel een bodem gevonden kan hebben. Dat betekent dat hij misschien een move kan maken, maar dan weer dramatisch alle stress teruggeeft. Eigenlijk wat je hier ook ziet. Je, je hebt hier een loge gevonden. Je maakt een gigantische move, toch geef je hem weer helemaal terug. Gigantische move, toch geef je hem weer helemaal terug. Zelfs een low-low met die corona-dip. Verwacht ook als er, als er weer rotig, echt rottigheid in de wereld komt, dat het echt, echt wel lager kan gaan. Maar goed, dat zijn we gewoon allemaal. Tenminste, ik bescherm me daarvoor en ik ben daar ook niet bang voor. En uiteindelijk profiteer ik eigenlijk alleen maar daarvan. Omdat ik, ja, als je weet gewoon een beetje hoe de markt werkt, dan kun je er echt wel goed van profiteren. En dit zijn eigen tijden en kansen die er wellicht uh, die nog een hele tijd doorgaan, maar die daarna waarschijnlijk nooit meer terugkomen. Dat moet je echt heel goed onthouden. Uh, Nio, Nio, Ruud, thanks voor je aanvraag. Ook thanks nog steeds voor het volgen. En ik schiet echt op met de cursussen en dergelijke. Maar ook weer misschien even om daar wat dieper op in te gaan. Ik, ik ben zelf gewoon al fulltime met iets bezig. Waar ik het gewoon iets meer privé wil houden. En dat, dat moet ik eerst wat tijd geven. om in ieder geval wat daarnaast te kunnen bouwen. zoals wat ik nu doe. Ik vind die video's maken heel leuk. Neem aan dat er in een video zoals deze. ook van acht minuten of soms van wel korter. gewoon vier tot soms wel acht uur werk in zit. En dat doe ik eigenlijk allemaal naast. wat ik fulltime eigenlijk doe. En uh, ik probeer daar tijd voor te maken. maar ook ruimte voor te maken. en tussendoor ook heel veel andere dingen te doen. En hopelijk ben ik aan het einde van het jaar daarmee klaar. en kan ik. Uh, ...kan ik het online zetten. En als ik het eenmaal online zet... ...dan heb ik in ieder geval een paar vaste dagen... ...dat, dat ik jullie gewoon een hele dag kan uh, supporten. Uh, maar ook live webinars kan geven. Zo dus Eigenlijk zoals ik het heb geleerd. Uh, ik kan jullie alleen maar bedanken voor het geduld. En natuurlijk bedankt dat jullie het met iedereen delen. Uh, Nio. Eerste target blijft eigenlijk gewoon heel droog. Hetzelfde target is wat ik hier had. Dat blijft die 12 dollar 69. Kijk ook weer hoe mooi die rode moving average... De, ...het uh, de 200 op de daily samenvloeit... Met die 0,26 mochten we hier naar boven gaan en support vinden. Maar het lijkt er dus best wel op dat je een heel mooi level hebt gevonden qua support. En misschien is dit gewoon de basis waardoor we elke keer een mooie positie kunnen pakken, en winst kunnen pakken, en misschien wel wat hogere winst kunnen pakken, weer wat kunnen verkopen en dan weer wat lager die positie kunnen vergroten. Zodoende had ik hier ook alle tijd, twee jaar lang, om een positie te bouwen en, en tussendoor gewoon winst te pakken. En als we er dan eenmaal uitgroeien, dan had ik die grote Fibonacci. Voor mij om de weg daar naartoe naar boven te, te lezen. Of tenminste waar ik daar weer winst kan pakken. Want ik weet, mijn moves geven 80 tot 100% terug. Hier weer een voorbeeld van meer dan 100% teruggeven. Allemaal wijze lessen wat je uit die altcoins kan halen. Daarom een leuke aanvraag, Ruud. Volgende target waar ik naartoe kijk is de 0,382. Heel belangrijk in mijn ogen. Vaak genoeg toegelicht. Kijk de video zo terug als, als ik het daarover heb. Uh, de $15,59 of $15,60 denk ik zo. So wat ik ook vaak vertel, als het al naar, daar naartoe gaat naar die target... ben ik niet te gierig om dan al winst te pakken. Niet alles, maar oh, ik, ben ook niet, ik kan ook het geduld hebben dat het even erboven boven komt... als ik dan ook tijd heb om het te zien en dat ik daar gewoon winst te pakken. Hetzelfde geldt voor deze levels. Maar de 0,68, mijn hoogste level, eigenlijk waar ik denk dat het klaar is... nog meer denk ik dat het hier meer klaar is, die $24,40... Maar die 0,86 zit bij de 20 dollar 13. Een belangrijk level voor ons. Dat is even Neo. Ik hoop dat je er wat aan hebt Ruud. En heel veel succes. Een andere die ik kreeg die was van Stijn. En Stijn die had Solana aangevraagd. Solana wilde ik al een aantal video's doen. Maar ik kwam er steeds niet aan toe. Ik wilde soms wat kortere video's doen. En dan ben ik eigenlijk weer te lang aan het praten. En dus nu wil ik eigenlijk ook een video van 10 minuten maken. Maar het wordt toch wel waarschijnlijk een video van 30 minuten. Solana... Hetzelfde verhaal, je vindt weer ergens een basis. We hebben een low, low in, uh, voor ogen hier, voor als het echt dramatisch wordt. Als ik dan naar targets ga kijken, dan kijk ik gewoon weer naar dezelfde targets waar ik eigenlijk al maandenlang naar kijk, vanaf juni. Dus die targets, heb ik hier ook een paar keer winst gepakt, is gewoon weer hetzelfde. Die 45, 46 dollar, heb je gewoon weer die target waar je hier hebt, die 0,26. Dan de 57, 58 dollar, rode moving average die daar samenvloeit. 78% en de 0,68. Kijken weer waar je hier het support vindt. Support kan resistance worden als je eronder komt. Ligt bij de 77,64. Om precies te zijn. Heb je het over een ruimte van 135%. Dus hier vind je ook weer best wel een basis. Ook weer terug te zien in het verleden waar je hier een basis vond. Niet precies de loos, maar even erboven. Uh, daarnaast kun je dus nog steeds die iets kleinere low low maken. Gewoon weer even om te testen. Natuurlijk of er hier genoeg support staat bij die 26 dollar. We gaan het allemaal meemaken. Het ziet eruit dat we iets meer support krijgen. Of tenminste wat structuur houden hier. Het ziet er nog steeds natuurlijk hartstikke dramatisch uit als je vanuit hier gaat kijken. Maar wellicht dat, is dat we wat lucht kunnen krijgen van die dollar. Ik hoop dat de targets du du uh, duidelijk zijn. Ik hoop ook dat je zelf een plan mee maakt Stijn. Uh, als ik verder ga kijken dan kun je natuurlijk deze hele leg gebruiken. Maar daar hebben we nu nog niet heel veel aan gehad. Je ziet wel dat die rode moving average daar heel mooi naartoe gaat samenvloeien. En dat is, ik ga toch even die targets naar boven halen. En ik ben even die targets vergeten van net, maar het zal best overeenkomen. 53, 54 dollar, 70, 71 dollar en dan de 0,68 op een 98 dollar. En hier heb je dan die 0,786 en die 0,83 bij de 118 tot de 123 dollar. Hoe vaak ik het zeg, ik verwacht niet echt veel, maar crypto kan gek bewegen. Ik kijk naar andere coins die echt honderden procent zijn gegaan in de afgelopen tijd. Dat kan ook zomaar bij andere coins gebeuren. Uh, andere aanvraag die ik best wel veel kreeg was. Uh, nee, ik ga even naar de laatste. Sorry voor iedereen, maar je weet nu niet welke coin het is, dus het maakt niet uit. Ik ga naar een andere, die kreeg ik vandaag, was QT. En ik zei al tegen Jan 10, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Eindelijk iemand die me aanvraagt, want die wil ik naar boven halen. Dit is bijvoorbeeld zo'n coin die blijft maar groeien. Dus die pakt targets, dus waar ik winst kan pakken en het blijft gewoon groeien in die mar dramatische markt waarin we nu zitten. Bij deze moet ik wel ook weer beseffen: de coins die nu groeien en terwijl Bitcoin nu stilstaat, want in principe moeten we, moet ik dat ook veel meer naar voren brengen. Als Bitcoin gaat rangen, wat het hier eigenlijk al maanden doet, maar heel veel altcoins doen er ook in mee, dus zie je ook meteen weer daarin. Dat je, dat je wel de juiste coins moet uitkiezen, want niet alles stijgt. Maar als bitcoin ranged, geeft het heel veel ruimte voor de alts. Eigenlijk, wat ik ook het verhaal tegenover de dollar, kun je, kun je eigenlijk ook vertalen de bitcoin tegenover de altcoins. Als bitcoin ranged of zwak is, dan krijgen je dan kunnen er heel veel, alts, heel, veel die krijgen heel veel ruimte om te groeien. Omdat weer elke altcoin, dus ook zo'n QNT, die staat weer tegenover een bitcoin... En hier zie je ook hoe gek het is gegroeid. Hier ben ik al een tijdje geweest. Ook omdat ik mijn winsten. de laatste moest wel wat meer naar Bitcoin hebben overgezet. Maar uh, daarvoor heb ik echt alles naar dollars gezet. Even kijken. Hier ben je helemaal niet meer teruggekomen. En hier had ik dan ook, Ik ben blij dat ik naar dollars ben gegaan, maar ook hier. Hier had je echt veel Bitcoin kunnen verdienen. En dat is een 340% vanaf. Juni, dus vanaf wat Jan -tien ook goed zegt. Jan -tien zegt waarom is uh, QT een van de weinigen die groeit terwijl de rest gewoon, of tenminste terwijl vanaf het moment dat Bitcoin is gaan dalen. Want als je Bitcoin erbij haalt, dan moet je even de stippellijn hier gaan, uh, hier zie je de boven de stippellijn, daar begint daar, moet, daar begin je die low te vinden. En dan zie je vanuit dat moment begint, uh, hoe heet het, kwant keihard te groeien tegenover de Bitcoin. Maar niet alleen tegenover de Bitcoin, ook tegenover de dollar. En dat is even het grote plaatje. Laten we ook even naar dit plaatje gaan. Op Binance. Ik vind deze trick hier, omdat het best lastig is. Deze laatste heb ik getrokken vanuit deze wik. Ik heb natuurlijk ook andere targets. Maar daar, in deze targets heb ik nu wat gehad. Dat ik hier wat eraan gaat en hier wat eraan gaat. Nu is het meer het gedeelte dat ik hem het liefst hier naartoe zie gaan. Naar die 0,68. Op dit kleine plaatje, dit is voor mij het kleinere plaatje. Is die 0,68 bij de 185 dollar. Als ik gewoon wat verder ga kijken. En dan moet ik eigenlijk wat dieper erin gaan. En dan kwam ik bij dit level. En dan zie je die wix, Dan moet je ook naar een 1 uur gaan. En dan kom ik eigenlijk dat je hier 1 keer die, 0, 2, die 6 hebt geraakt. Je pierst het nu. Dus eigenlijk een heel mooi level om weer winst te pakken. Maar het pierst het kan ook zomaar doorgaan. Omdat het dus zo sterk is. En dan heb ik 0.382 bij de 161 dollar. En dat is waarschijnlijk een hele belangrijke target. Dus ik hou gewoon even deze targets voor de volgende, uh, ja, waar, waar ik voor de volgende keer weer in springt het echt als een gek een crypto gek. 282 dollar bij de 0,68. Kan zomaar gebeuren. Ik vind het fundamenteel wel een goede coin. Als je een beetje patronen uh, bekijkt. Even kijken. Laat ik dat nog eventjes naar boven aan. Linker schouder. Hoofd. Rechter schouder. Ik denk dat ze niet super mooi Maar in ieder geval dat je een beetje een beeld hebt. En het hoeft nog helemaal niks te betekenen. Maar het breekt een down Hier breken we de down En het blijft maar sterk te tonen. Dus, Jantine, een hele goede aanvraag. Ik zit er zelf ook graag in. En ik hoop dat de anderen er ook wat aan kunnen hebben. En als anderen er dan wat aan kunnen hebben, want dat vergeet ik bijna. Want ik, ben, ik pak nu wel kleine winsten. En waar wil ik die kleine winsten dan weer om mijn positie te vergroten? Dan pak ik eigenlijk gewoon weer mijn Fibonacci. Laten we hem groen maken, want daar wil ik kopen. Uh, ik wil nu naar die, even naar een kleine tijdframe. Dus ze maakt nu me ook nergens te laat voor, want dit kan zich gewoon helemaal teruggeven. En je ziet ook precies waar die 0,786 zit en die 0,833 een hele grote square vanaf de 64 dollar tot en met de uh, 75 dollar. Dus hier zit al een hele grote square die die VIPs helemaal uitlichten. En daarnaast heb je de 0,68 bij de 84 dollar. En nu heb ik deze best snel getrokken. Hier kom je nog terug en eigenlijk vanuit deze. Ja. Ik denk dat ik gewoon die hele leg ga pakken. Want dan, op zich die targets zitten best dicht bij elkaar. Maar dan heb ik een en 8 waar ik weer geïnteresseerd raak. Waar die dus ook hier dat support vond om, die nieuw, om een uh, higher high te maken op dit gedeelte. En dat ligt bij die 85, 86 dollar. Liever koop ik hem hier, waar je hier ook die square hebt. Dat is ook mijn risico bij Kwant. Bij die 69 dollar tot een 65 dollar. Dit is even Kwant in de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vergeet nog één ding. Uh, waar, wat jullie ook zeker niet moeten vergeten. Mijn video's worden gesponsord door CoinMeers. Ik heb daar een linkje van in de beschrijving. Zoals je hier ook kunt zien, kun je makkelijk daar met Ideal een Bitcoin kopen. Maar ook alle coins die wij bespreken. En ik zal er even naartoe gaan. Die komen daar gewoon in terug. En die kun je kopen, verkopen. Je kan er makkelijk een stop los onder zetten. Net zoals Solana, waar we net in zaten. Bij een stop, of tenminste bij een verkoop. Dus een stop los neerzetten. Even mijn verhaal netjes maken. Maar daarnaast kun je ook, uh, hebben zij een stukje earnings staking, niet alleen een stukje, maar ze hebben 15%. En waar ik naartoe wil gaan is eigenlijk uh, dat zij genomineerd zijn voor de Cash Cow Awards 2022 als beste crypto broker van 2022. Nu kun je eigenlijk al die negen punten op niet van toepassing zetten als je net als ik gewoon Coimers vooraan zet. Uh, mijn dankgrens aan het idioot. Ik denk van CoinMers ook als je dat doet. Want zij supporten mij. En ik hoop dat jullie hun ook kunnen supporten. Het zijn de eerste die mij supporten. En daarnaast hebben zij ook een fysieke winkel waar je meer informatie kan winnen. Dus vind je dat leuk? Een linkje van, daarvan staat in de beschrijving. Ik zie wel dat heel veel mensen dat doen. Hartstikke bedankt daarvoor. Uh, als je daar 100 euro op zet, dan krijg je 10 euro van CoinMears, maar die 10 euro gaat ook weer naar de bulls Beers bears account. Ik probeer het gewoon op te sparen en leuke giveaways te geven volgend jaar. En dus vergeet ook niet te abonneren. Dus hartstikke bedankt Coinbase voor het sponsoren van de video's en ik zal de volgende keer iets dieper op ingaan in het begin. Hartstikke bedankt en jullie natuurlijk ook hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer terug te zien en de volgende keer kom ik terug met een Kava en Ethereum natuurlijk en ik heb ook nog een Gala en DENT, een GLM, een GLMR, een SRM, een Unified Protocol. En een kaver, wat ik al zei. En hartstikke bedankt voor al jullie complimenten in de comments. Hartstikke bedankt. Adiós.